Dit had hij graag willen meemaken. Maar voor theatermaker Dominique van Vree komt de try-out van zijn toneelstuk in het Noorderpoortcollege te laat. Hij overleed plotseling, 3 weken geleden. Toch gaat zijn voorstelling, iets dat niemand weet, gewoon door. Dat is zwaar. Het is gewoon ontzettend zwaar omdat je eigenlijk in de voorbereiding elke dag wel aan Dominique denkt. En dat je bij jezelf denkt van, ik had eigenlijk met hem moeten bespreken. Dus dat is gewoon zwaar. Van Vree schreef vaker theatervoorstellingen die op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Dit stuk is bedoeld voor jongeren en gaat over kinderlokken via internet. Hij schreef het in opdracht van de politie. Je maakt het heel van heel dichtbij mee. En wat het voordeel daarvan is, is dat op het moment dat die voorstelling gespeeld is, dat daarna ook nagesproken wordt over deze voorstelling. Hoe kun je dit soort dingen voorkomen? En wat moet je doen als er inderdaad sprake is van seksueel misbruik? Het stuk gaat over een 13-jarig meisje dat via internet wordt aangesproken door een leeftijdsgenootje. Dit is echt super lief van u. Mijn adres is josjeisblij@hotmail.com. Heb je die alvast? De jongen wordt haar steun en toeverlaat. Maar hij is in werkelijkheid alleen uit op seks en is 50 jaar oud. Hij wist echt alles voordat hij haar ging benaderen. Waardoor het leek alsof ze hem ook echt kende, want hij wist alles van haar. Hierdoor kon hij het meisje makkelijk onder druk zetten. De politie hoopt met dit stuk te bereiken dat er meer aangiftes worden gedaan. De acteurs en regisseurs doen er nu alles aan om iets dat niemand weet een prachtige voorstelling te maken. Voor de première op 14 februari. Het is gewoon fijn om het klaar te maken. En in feite is het op die manier ook een soort hommage aan Dominique. Dat hij mooie dingen gemaakt heeft.